Ik zweef wel echt als ik deze video zo online hoor. Maar jullie gaan het wel zien als die online komt of niet. Jongens, leuk dat jullie kijken naar een nieuwe video hier op mijn kanaal. Waarschijnlijk is dit niet zo'n hele leuke video. Maar ik zelf maak liever ook andere video's. Maar ik vind dat het gewoon toch een keer moet gebeuren. Ik ben misschien niet de juiste persoon om dat te maken. Maar ik zeg toch, iemand moet het maken. En ik ga het nu maken. Ik zal het eigenlijk vandaag hebben over echt een heel serieus onderwerp. Namelijk gepest worden door YouTube. Want ik weet gewoon zeker, achter deze camera zitten er gewoon mensen die ook een YouTube channel willen maken. Maar die zijn gewoon bang voor de reacties van andere mensen. Kijk, er zijn echt heel veel mensen die al geprobeerd hebben voor een YouTube channel te maken. Maar sommigen die zijn gewoon gestopt omdat ze willen stoppen. En sommigen zijn gestopt omdat ze eigenlijk soort van, ja, dat de mensen het niet geaanvaard hebben omdat ze met YouTube zijn begonnen. Maar eigenlijk, als ik echt eerlijk mag zijn, YouTube is ook maar een hobby. De meeste mensen vinden dat raar, hè, zo tegen een camera praten die eigenlijk niks terugzegt. Maar eigenlijk, ik zelf weet dat er mensen daar achter de lens zitten. Kijk, als ik hier nu optik, dan klik ik op jullie beeldscherm. En ik vind gewoon dat dat soort van moet gestopt worden. Dat je mensen moet uitlachen gewoon omdat ze een YouTube channel aanmaken. Oké, als echt iemand van films houdt en zelf een filmpje op YouTube zet waar hij er zelf in voorkomt, dan is toch nog altijd geen reden voor die zogezegd uit te lachen omdat hij met YouTube is begonnen. De meeste mensen weten dat niet, maar YouTube, dat is iets leuks, dat is iets anders. Dat is zoiets wat niemand anders bijna doet. Ik twijfel echt als ik deze video zo online hoor. Maar jullie gaan het wel zien als die online komt of niet. Ik ken echt de persoon die bang was om met YouTube te beginnen. Maar die heeft het gewoon gedaan. Weet je wat ik altijd zeg? Als je een YouTube channel wil maken, dan moet je hem gewoon maken. Wat dan de anderen ook zeggen, jij doet wat jij wil. En als de mensen haten op je, dan is dat een soort van teken van zwakte. Want die haters die willen gewoon dat jij zogezegd stopt met je YouTube. Zij kunnen gewoon niet wat jij kan. En daar zijn ze gewoon jaloers op. Als je nu zo een YouTube channel aanmaken en mensen weten dat, die zouden jou uitlachen. Die zouden zeggen, haha, jee man, jij hebt een YouTube, ha. Maar eigenlijk zijn het ook maar filmpjes zoals andere filmpjes. Alleen je hoofd zat erop en je entertaint mensen. Je moet gewoon doen wat jij zelf wil en ooit op een dag, je zal er komen. Je zal er echt gewoon komen als je het maar wil. Als je er echt hard voor werkt, dan weet je gewoon dat je er echt wil geraken. En dan zal je waarschijnlijk wel je punt bereiken als je echt heel veel werk in video's steekt. En als dat echt een passie voor je is, dan moet je dat gewoon doen. Wat dan die anderen ook zeggen, dat maakt eigenlijk niet uit. En de meeste mensen die dan de zogezegde beginnende YouTubers dan uit te lachen, die hebben zelf geen hobby. Ik hoop dat jullie er toch iets aan gehad hebben. En als jij daar achter de lens een YouTube channel wil maken, gewoon maken. Je moet dat gewoon maken. 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 Niet maken. Maken. Dus hopelijk hebben jullie genoten van deze emotionele video. Morgen komt er een leukere video online, ik kan jullie dat nu al beloven. Maar hopelijk hebben jullie er toch iets aan gehad.